Ik ben inderdaad in Istanbul geboren. Ik was 1,5 jaar toen ik naar België ben gekomen. Dat was in 1988. Mijn ouders hebben die beslissing genomen om een beter leven te kunnen leiden. Ook zeker op sociaal vlak. En zij hebben dan eigenlijk alles verkocht. Ze hadden een huurhuis, maar ze hebben alles verkocht. De inboedel en zo. Mijn vader had ook een klein winkeltje waar hij eigenlijk spiegels en kammetjes verkocht, ook dat verkocht eigenlijk. En dan hebben ze eigenlijk de beslissing genomen van kijk, we gaan naar Europa. Gaan kijken van, gaan we het daar kunnen doen? Bevalt het ons ook? Het was eigenlijk eerder een beetje een vakantie. Maar toch hadden ze alles verkocht en ze gingen dan kijken van, stel het ons aan, blijven we hier? En stel het ons niet aan, dan gaan we terugkeren. In het begin hebben ze wel zeer moeilijk gehad. We zijn eigenlijk eerst terechtgekomen in Brussel, in het klein kasteeltje, waar toen iedereen werd opgevangen. En dan een aantal maanden later zijn we dan eigenlijk verhuisd naar West-Vlaanderen, denk een zestal maanden later. Eerst in Vechten eigenlijk gewoond. Eigenlijk echt in een huis, midden op een weide eigenlijk. Elektriciteit, water, bijna niet. Dat heeft ook niet lang geduurd, dat heeft mijn vader werk gevonden. Hij is gaan werken als een textielarbeider. En dan zijn wij verhuisd naar een beter huis. Ik denk toch wel een jaar of 4, 5 hebben wij in Vechten gewoond. En dan zijn we verhuisd naar Avelgem. En toen hebben mijn ouders ook hun eerste huis gekocht eigenlijk. Ze hebben het zeker, de eerste paar jaren zijn echt niet gemakkelijk verlopen. Toen was ik nog als enig kind. Ondertussen zijn we met 4 kinderen. Dus ik heb nog 2 broers en 1 zus, die dus in Kortrijk geboren zijn. Mijn broer is ondertussen ook getrouwd. En de jongste is nog maar 15 jaar, dus is nog volop aan het groeien. Mijn zus is ook afgestudeerd dit jaar als bachelor in logistiek management. Die heeft ook een job. En ik werk ondertussen al 5 jaar eigenlijk als psychiatrisch-verpleegkundige hier in AZ Groningen op de EPSI. Dat is de spoed van de psychiatrie. Mijn ouders zijn dan uiteindelijk toegekomen hier in België. Het was natuurlijk een hele aanpassing. Je kent de taal niet. Alles is nieuw. Je kent de omgeving niet. We hebben het ook al heel moeilijk gehad. Mijn vader, vooral mijn vader eigenlijk, want die zei van, kijk, het gaat me hier niet, ik zou graag terugkeren. Maar mijn moeder was eigenlijk de doorzetter en zei van, kijk, we gaan hier blijven, we hebben nu alles verkocht, we hebben die stap gezet, we gaan maken dat het lukt en dat het toch iets wordt. En kijk, nu zijn we meer dan 25 jaar later nog hier en ik denk niet meer dat ze nog van plan zijn om terug te keren. Moesten ze nog teruggaan, is het eerder zo voor vakantie. Dat ze dan eventueel de winter daar doorbrengen en de zomer hier. Maar ik denk ook niet dat dat ervan gaat komen. Want hun eerste kleinkindje is ook onderweg. Dus mijn moeder was dat duidelijk van de jaren. En zei van, ik ga niet naar Turkije. Ons kleinkindje wordt geboren. Ik ga hier in België blijven. Dus ja. Onze thuis is eigenlijk echt België nu. Want we gaan ook op vakantie. Vroeger was dat om 2 jaar. Maar nu proberen we wel ieder jaar te gaan. Wij zijn ook niet altijd mee, maar de wereld is groot, we hadden ook de wereld verkennen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld na 14 dagen hebben ze er ook al genoeg van en zeggen van, ik verlang naar mijn eigen thuis, naar mijn eigen land. Want hoezeer ze daar ook geboren zijn en getogen, maar je vervreemdt toch wel van dat land. En uiteindelijk, dat is hun thuis niet meer. En mensen, familie en vrienden, het contact is ook niet meer hetzelfde als je iemand maar 1 keer per jaar ziet, terwijl je dag in dag uit samen bent. Dat is een groot verschil natuurlijk. Dus met totaal andere woorden is onze thuis hier in België. Dus ik kan niet zeggen of ik ooit nog ergens anders ga verhuizen, maar ik ben eigenlijk van plan gewoon hier in België te blijven en zeker in West-Vlaanderen. Dus, dat heeft een 7-tal jaar geduurd, dus 88 zijn ze gekomen. En ik weet, als kind in 1995 zijn wij genaturaliseerd geweest. Dus het heeft toch wel een hele lange periode geweest, 7-8 jaar eigenlijk. En natuurlijk dan, als we onze papieren hebben gekregen, het eerste dat gedaan werd, vliegtuigtickets werden gekocht en de eerste reis naar Turkije, na 7-8 jaar familie.
gaan zien. Telefonisch contact was er toen wel, maar het is nu niet hetzelfde met de camera's en de iPhones en de smartphones. Nu is dat toch wel anders, maar toen was dat gewoon één keer de week telefonisch contact. En dan eigenlijk, dus na 7, 8 jaar, werden we eigenlijk opgewacht. Ondertussen waren er ook al 2 nieuwe kindjes bij, dus de grootouders moesten nog de nieuwe kleinkinderen zien. Maar toen zag je ook al van, voor een stuk van, we zijn eigenlijk nu wat vervreemd eigenlijk. Want het is niet hetzelfde. Dus na 7, 8 jaar opnieuw contact. En dat was eigenlijk het eerste jaar dus dat ik ook naar Turkije ben geweest, na onze migratie. En toen is iedereen nog zo geïnteresseerd in jou. En je bent ook benieuwd, want ik was eigenlijk nog een baby toen ik naar hier kwam. En ik kende ook niemand. En iedereen was ook zo echt blij. En het was eigenlijk wel een feest. Dan 2 jaar later zijn we opnieuw geweest. In 1997 was het ook hetzelfde. En dan 1999 is mijn laatste broer erbij gekomen. En toen werd het eigenlijk al wat anders. Je wordt ook al wat ouder. En het begon ook al wat mensen te overlijden. Mijn oma was dan al gestorven aan mijn vaders kant. Grootouders hebben we eigenlijk niet echt goed gekend. Want als je maar om de 2 jaar gaat en ondertussen als er een paar familieleden overleden zijn. Dus de band dat mijn West-Vlaamse medegenoten hebben, heb ik niet eigenlijk met mijn grootouders. Nu, mijn oma woont ook sinds een 7, 8 jaar nu langs België, omdat haar man is overleden. Niemand kon zorgen voor haar in Istanbul, dus hebben we haar ook van Turkije naar hier laten brengen. Maar je mag wel zeggen, het is een zeer moeilijke dame. En dus de band die andere mensen hebben met hun grootouders of grootmoeder, heb ik eigenlijk nu ook niet. Ze is ook wel oud, 88 jaar ondertussen, ook wel zorgbehoevend. Mijn moeder neemt de zorg op voor haar en zij woont eigenlijk in bij ons. Mijn vader heeft echt al moeilijk gehad. In Brussel heeft hij ook wel nog jobs gedaan, maar natuurlijk geen vast werk op dat moment. En ik weet dan nog bijvoorbeeld dat dat in een tijd was dat hij bijvoorbeeld een hele week voor 1000 frank werkte. Dat is wel niet veel en heb dan nog een vrouw en een kind waarvoor je moet zorgen. De taal ben je ook niet machtig, dus je zit ook al aangewezen bij mensen, aangewezen op mensen die ook uit dat land komen, die dan de taal maar deels beheersen. Maar ja, dat wil ook niet altijd zeggen dat die mensen ook altijd graag je helpen. Dus ja, als je dan voor 1000 frank in een week moet werken. In het begin hebben ze echt wel heel moeilijk gehad. Mijn ouders zeggen ook altijd van, ondertussen zijn we dus met 4 kinderen. En als 1 kind echt wel zo'n moeilijke periodes heeft meegemaakt, dat ik dat wel ben. Want dus eerst in een kamer op een kasteel gaan wonen. Dan een huis op het platteland, in de weide, waar je maar geen huizen rondom je. En één keer per dag zag je de postbode. Dat was eigenlijk de eerste mensen die contact hadden. Totdat we eigenlijk zijn verhuisd naar Vechten, waar we dan buren hadden. En daar is het eigenlijk wel... Dan had mijn vader ook ondertussen vast werk. Ondertussen toch had hij geen verblijfsvergunning. Maar via het OCME was dat geregeld geweest dat hij toch kon gaan werken. In het begin ging hij altijd van Vechten naar Anzegem met de fiets. Zomer, winter. Ik weet ook nog dat ik als kind achterop de fiets naar school werd gebracht. En dan weet ik ook nog onze eerste auto dat hij had gekocht. En dat was toch ook wel als kind een grote ervaring voor ons. Ik kwam thuis van school en zei van kijk, kom even kijken, we hebben een verrassing. En dat was een Bordeaux Ford, dat weet ik ook nog. En natuurlijk, als kind ben je dan blij, want je moet niet meer met de fiets gaan. Of je kunt ook al daguitstapjes bij maken, maar anders was dat altijd met de trein en de bus. Wat ook niet altijd evident is als je met 3 kleine kindjes ergens naartoe moet gaan. Dus ja,
Mijn moeder is eigenlijk dan tot een bepaalde periode huisvrouw geweest, omdat ze toch wel maar 3 kleine kinderen zat, om ze op te voeden. En dan is zij beginnen werken. Toen dat, mijn zus een jaar of 3-4 was, is zij dan ook beginnen werken om toch mijn vader te steunen, want ze hadden net een huis gekocht. En dat liep al moeilijker. Maar dan is hij toch terug moeten stoppen alleen maar werken, want we hadden een babysitter gevonden, maar onze babysitter was niet echt een vriendelijke dame. Ze sloot ons bijvoorbeeld op en ze ging weg. En ze kwam dan zo net een paar minuten voordat mijn ouders thuis kwamen thuis. En mijn broer had dan ook een keer, we woonden toen al in Alphen, op de ruit gekropen van de badkamer op het eerste verdiep. En ja, zijn voeten naar buiten gedaan. En onze overburin had dat gezien. En ze heeft dat dan s'avonds eigenlijk mijn ouders gaan opwachten. En gezegd van, kijk, jullie babysitter sluit de kinderen op en gaat weg. En moest dat kind gevallen geweest zijn, waren jullie verantwoordelijk daarvoor. En mijn moeder is dan direct gestopt met werken. Tot het jaar 2002 is ze niet meer gaan werken. En dan is ze terug begonnen. Tot 2012 heeft dan een arbeidsongeval gehad en sindsdien is ze eigenlijk niet veel meer waard voor de arbeidsmarkt en sindsdien is ze terug thuis. Dus ja. Maar mijn ouders hebben elkaar altijd wel gesteund en mijn moeder was ook wel altijd, zij was de persoon van kijk, we gaan niet opgeven, het gaat wel lukken, we gaan er wel geraken en het is ook wel gelukt. Dus, ja. Ik heb ook als kind een aantal operaties moeten ondergaan en mijn ouders zeggen dat ook nog altijd van moest je in Turkije zijn, we gingen dat nooit kunnen betalen, want dat zijn torenhoge kosten dat eigenlijk aan de patiënt zelf toegeëigend wordt. Terwijl dat we dat hier, deels, de patiënt moet hier ook iets betalen natuurlijk, maar dat dankzij de ziekteverzekering toch wel haalbaar is. Wat ook nog een grappig verhaal is bij mijn geboorte, ben ik eigenlijk in het ziekenhuis vastgehouden geweest totdat de ziekenhuisfactuur werd betaald bijvoorbeeld. Dus ja, mijn ouders kregen mij niet naar huis, zolang dat de factuur niet werd betaald. En, dus ja, dankzij mijn oom hebben ze dat zou kunnen betalen en uiteindelijk ben ik niet mogen komen naar huis. Ja, dat was echt van, kijk, betaal eerst de factuur en dan mag je kind meenemen naar huis, terwijl dat hier allemaal geregeld wordt en dat de factuur dan later opgestuurd wordt. Maar daar moet je echt alles eerst cash betalen voordat je meegenomen wordt naar huis natuurlijk. Dus ja, ik kan er nu wel mee lachen, maar ik denk zo, als je dan op dat moment in die situatie... Hey, een blijde gebeurtenis, je gaat een kind meenemen naar huis en je zit vast in het ziekenhuis. Omdat je niet kunt de factuur betalen. Dus, ja. Mijn ouders hebben zich eigenlijk opgewerkt tot wat ze nu zijn. Mijn moeder heeft de lagere school, ik denk zelfs niet kunnen afmaken. Hetzelfde mijn vader, misschien tot het 4e of het 5e jaar dat ze hebben kunnen gaan. Maar dat is ook echt puur cultuurgebonden. Ze komen eigenlijk allebei van het platteland. Eén van het oosten en mijn vader weet ik nu niet van waar. Maar zijn dan ook als kind zijn ze dan verhuisd naar Istanbul. Mijn ouders zijn ook daar getrouwd geweest. Maar bijvoorbeeld mijn moeder, haar ouders hadden een boerderij en zij moesten eigenlijk, ik weet dat mijn moeder vertelt van ik was 6 jaar, moest eigenlijk al op het land gaan werken. Dus ze gingen overdag naar school en als ze dan thuis kwamen, het was direct naar het land, gaan helpen met moeder of vader. Of de schapen of de koeien melken of thuis het huishouden doen eigenlijk. Zij waren continu bezig en eigenlijk nooit een kans gekregen voor te studeren. En dan moesten ze gestudeerd hebben. En zeker mijn moeder moest ze vandaag gestudeerd hebben. Ik zie echt het potentieel van een dokter of een advocaat in haar. Want ik zeg, het is mijn moeder, maar het is wel een heel slimme mevrouw. En dat missen ze natuurlijk ook wel. Maar ze hebben eigenlijk nooit de kans gekregen. Dat doet wel soms pijn bij hen. Maar dat
ze weten dat ook wel een beetje aan de cultuur. Mijn moeder was met zes kinderen thuis. Twee zoons en vier dochters. De zonen waren wel wat voorgetrokken. En de zonen mochten wel ietsje meer. Zij mochten eigenlijk alles. Zij mochten wel studeren, maar ze mogen natuurlijk niet studeren. Terwijl dat de dochters ook wel wilden studeren, maar zij mochten dat niet. Een tante van mij had bijvoorbeeld de verpleesterschool gewonnen. Dat ging zo in de tijd. Dus als je hoge punten had, werd je toegelaten. En ze had graag als verpleester afgestudeerd, maar ze mocht niet van mijn oma. En nu nog altijd, jaren later, zegt ze dat ik wel. Want natuurlijk, dat is een wonde in jezelf dat je niet vergeet natuurlijk. En uiteindelijk is hij dan ook al op jonge leeftijd getrouwd geweest. 15, 16 jaar denk ik. Mijn oma zelf, dat is gewoon de cultuur. Als mijn ouders daar soms over praten, geef mij dan een reactie van, dat kan toch niet? Mijn oma was zelfs op 13 of 14-jarige leeftijd getrouwd geweest. Hey. Ik denk op haar 15 of 16, dat is haar eerste kind al. En dat ging dan, haar oudste kind begon dan eigenlijk de andere kindjes op te voeden, terwijl ze dan eigenlijk ging werken op het platteland en zo. Maar ze waren continu bezig. Mijn vader is dan ook eigenlijk op jonge leeftijd moeten gaan werken voor zijn ouders te onderhouden en zo. Het is niet dat mijn opa en mijn oma niet werkten, maar dat was zo. Dus van een bepaalde leeftijd werd je van school gehaald en je moest eigenlijk ook gaan werken om het thuis te ondersteunen. En wat ik ook zie, wat ook wel belangrijk was, mijn ouders hebben ons altijd eigenlijk de kans gegeven om te studeren en zeiden van, maakt ons niet uit wat je wordt, maar maak dat je school, dat je zeker een diploma hebt en doe iets wat je graag doet. Wij hebben nooit de kans gehad daarvoor, maar maak dat jullie het wel kunnen. Dus eigenlijk, wij hebben een beetje, zeker op vlak van studies, hun dromen waargemaakt. Want ik heb niks tegen arbeiders, die hebben vandaag ook nodig. Maar mijn vader zei altijd van, het is altijd leuker als je studeert en als je een job hebt van 9 to 5, in plaats van om 3 uur 's nachts opstaan en om 5 uur 's nachts te moeten beginnen. En ze zeiden ook van, moesten we de kans gehad hebben voor te studeren, zouden we dat ook wel gedaan hebben. En dat is wel een van de belangrijkste dingen bij ons thuis. Het is belangrijk dat we een diploma hebben. Want mijn moeder, ik weet dat nog, mijn vijfde jaar, mijn vijfde middelbaar was niet goed gelopen. En mijn moeder had gezegd van een beetje paradoxaal aanpak van, kijk, als je dit jaar niet slaagt, dan ga je stoppen met school en moet je met mij meekomen naar de kipfabriek waar ze ondertussen werkte. En ik was natuurlijk zodanig geschrokken, omdat ze altijd zeiden van, kijk, ons altijd steunen van, je moet studeren, maakt niet uit wat, maar zorg dat je een diploma hebt. En als je dan zo'n reactie hoort, ik dacht van, oei, ze meent dat nu. En dan terug, mee herpakt en verder gedaan. En uiteindelijk, met een paar omwegingen, maar ik ben nu geraakt waar ik ben en ben toch wel blij daarvoor. Dus ja. Mijn vader is in de jaren 90 begonnen bij, dat was eigenlijk een ververij, de ververij van Anzeghem. Dus als textielarbeider, je moest eigenlijk bobijnen opzetten, handdoeken verven. Later is dat ook wel allemaal geautomatiseerd geweest met computers en grote machines, waardoor ook het aantal mensen verminderde. Dan is mijn vader ook eventjes gestopt met daar te werken in die fabriek. Hij is dan overgeschakeld naar de kipfabriek, slachterij van Kruishoutem, Nollens. En heeft daar ook een aantal jaar gewerkt, totdat eigenlijk zijn voormalige baas belde van dus de textielfabriek van, kijk, er is weer een vacature vrij, je mag terugkomen. En mijn vader is dan eigenlijk teruggegaan naar daar. Ik denk ook een zestal jaar geleden is er een brand ontstaan in de fabriek, waardoor dat eigenlijk technisch werkloos was. Iets meer dan een jaar. Maar toen dat de fabriek alleen terug opgebouwd werd, is hij dan terug gaan werken. Maar sinds
Vorig jaar is de fabriek toch inderdaad, die textielsector heeft het heel moeilijk gehad, uiteindelijk toch wel failliet te gaan. Dus heeft dan ook een goed jaar thuis gezeten. 55, 56 jaar, zit ook niet meer echt aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. En uiteindelijk nu sinds een 2 à 3 maanden heeft hij terug werk gevonden. Ook in de textielsector, en je is daar enorm dankbaar voor. Dus ja. Want mijn ouders zijn ook altijd bezige bijen geweest. En allee, thuis zitten, dat is niets voor hem. Nee. Mijn moeder kan niet meer gaan werken, maar ze heeft het ook enorm lastig eigenlijk, dat ze nog gewoon thuis zit nu. Dus ja. Maar mijn moeder is nu ook aan het kijken voor via een project of zo, we hebben de naam vergeten. Arbeidszorg heet dat waarschijnlijk. Dus gaat zij nu een aantal dagen per week eigenlijk vrijwilligerswerk gaan doen. Zolang dat zij gewoon mensen kan helpen en zo. Dus dat is wel belangrijk voor hen. Maar het is ook niet het verhaal, dat horen we ook wel. Het is ook niet het verhaal van we komen uit het buitenland en mensen zitten aan de dop en. En bouwen dan een imperium op. Het gaat niet zo. Mijn ouders zijn eigenlijk van dag 1 toegekomen, beginnen werken, zich volledig geïntegreerd. Cultuurgebonden dingen hebben wij zeker nog. Mijn cultuur ga ik ook niet wegsteken. Maar wij zijn wel eigenlijk meer verwesterd dan Turkije zelf. Dus waar zie ik nog onze cultuur naar boven komen? Bij onze huwelijken, onze doopfeesten eigenlijk. Pasen, Kerstmis is belangrijk voor ons. Maar daar stopt het ook bij. Dus alles wat dat mijn Belgische medemens doe ik eigenlijk ook. Dus ik heb toch wel een zeer westerse opvoeding gehad waar ik ook wel dankbaar voor ben. Zoals ik er al zei, van mijn oma zei tegen mijn moeder bijvoorbeeld van meisjes gaan niet naar school of meisjes gaan niet gaan werken, meisjes moeten thuis blijven. En bij mij was dat niet zo. Ga maar naar school. Als je dan 16 jaar bent of 15 jaar bent, ga maar een vakantiejob gaan doen. En als je dan oud genoeg zit, ga maar gerust alleen op vakantie. Dat maakt ons allemaal niet uit. Alles wat ze eigenlijk niet hebben kunnen doen, werd ons wel allemaal toegestaan. Turks. Meestal spreek ik wel met mijn broers en mijn zus Nederlands. En dat komt zo, als kind kwam dat wel goed uit. Van bijvoorbeeld, als we iets misputert of zo, of we waren zo een beetje aan het klagen over onze ouders, was direct het Nederlands. Maar mijn ouders, zij hebben eigenlijk hun prioriteit werken gemaakt, waardoor dat ze eigenlijk niet echt hebben kunnen naar school gaan en de taal eigenlijk te bemachtigen of te spreken zoals ik het nu doe. Zij kunnen wel Nederlands, maar ze trekken wel hun plan, maar natuurlijk voor veel dingen moet ik wel, bijvoorbeeld als mijn moeder naar de dokter moet gaan, ga ik wel mee voor te vertalen en toch te maken dat alle informatie goed toekomt en dat er ook geen fouten gebeuren. Nu, het is zo, in Kortrijk zelf woonden er eigenlijk niet veel Turken. Ik heb me opgegeven als interne tolk, maar heb zelf eigenlijk nog niet veel moeten tolken. Maar dat is ook wel voor mij een meerwaarde als er soms een psychiatrische patiënt, het gebeurt, bij ons toekomt die Turkstalig is. Is het ook wel goed dat zij dan wel iemand hebben die de taal machtig is en ook hun problemen kunnen uitdrukken en dat ze dan eigenlijk ook wel de gepaste hulp krijgen. Tolken zijn toch wel, is toch wel belangrijk. Uiteindelijk leven we ook wel in een samenleving die meertalig is en het ook nog gaat worden, want het zijn allemaal gemengde culturen door elkaar. En dus dat is ook wel belangrijk dat het dan, ook al is dat maar op één afdeling, toch wel iemand zit die Turks praat. Maar ik denk wel, moest ik in Gent wonen bijvoorbeeld, ging ik zeker wel meer opdrachten krijgen. Maar voorlopig ben ik ook wel de tolk van mijn familie. Dus
Mijn oom is bijvoorbeeld geopereerd geweest nu, onlangs, aan een longtumor, ook hier in Azit-Groeningen. En ja, ik mocht eigenlijk ook meegaan, of ik had eigenlijk ook de verantwoordelijkheid van eigenlijk om te kijken van, komt al informatie goed toe? Of ik was ook wel de contactpersoon met de dokter en zo. Dus mijn familie geapprecieerd dat wel. Dus, ja. Moeite heb ik eigenlijk nooit gehad, omdat ik van een ander land kwam. Ik heb ook het voordeel, omdat je dat niet ziet aan mij. Mijn ouders hebben toch wel wat meer moeite gehad. Maar het is nu niet om te zeggen dat we eigenlijk echt gepest zijn geweest. Wij waren de eerste mensen, en waarschijnlijk ook de enige mensen die uit een ander land kwamen in onze straat. We hebben heel goed contact met onze buren. Mensen kennen ons ook en worden ook wel altijd bestempeld als vriendelijke, gastvrije mensen. De Turkse cultuur is ook wel zo. Maar het enige waar ik wel een beetje moeite mee heb, is dat de mensen eigenlijk mijn familienaam niet kunnen uitspreken. Ja, tot daar aan toe, dat is geen probleem. Maar ik heb wel nog ervaringen gehad waardoor mensen me eigenlijk mee stonden uit te lachen omwille van mijn familienaam. Een familienaam, het zijn maar een paar letters, maar de persoon zegt toch wel meer dan de familienaam zelf. En zeker als je als kind in een ziekenhuisbed ligt en je hoort dan zo op de gang dat mensen ja, je staan uit te lachen omwille van die familienaam, is dat natuurlijk wel geen leuke ervaring. Maar zoals ik al eerder zei, heb ik nooit echt problemen meegemaakt omwille van het feit dat ik uit een ander land kom. Op school ben ik ook nooit gepest geweest van buitenlander en zo. Ik heb altijd goede klasgenoten gehad. Vandaag nu ook nog een grote vriendenkring. Ik denk dat ik graag gezien ben en andersom. Dus geen probleem, maar dat kan ik zo zeggen.